Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb hier even een update en het is niet zo'n leuke update. Het gaat namelijk over Candy en Flash. Ondertussen zitten ze even lekker te eten. Hier staat Candy. En ja, hier zie je al het eerste. Candy is heel mager. En daar ga ik nu wat over vertellen. Ja. Candy heeft dus Cushing en Cushing betekent dus een soort van afwijking in de hypofyse. Dat zit in je hersenen en dat regelt allemaal productie van hormonen en zo in je lichaam. Candy kan door die Cushing bijvoorbeeld niet goed aankomen en voor die is heel moeilijk vacht. Dat zal ik ook even laten zien. Het is nu best wel laat in het jaar en hier heeft ze nog allemaal vacht. En het laat wel een beetje los, maar ja, Flash is al helemaal zijn zomervacht. Wel nog dik, maar... En een paar keer was het koud geworden, dus Flash krijgt meteen weer dikke vacht. Maar ja, Candy heeft nu hier heel dunne vacht en moet ze ook met een dekentje staan als het heel koud wordt. Hoeveel ze ook eet, zal niet meer aankomen. En ja, er is wel een soort van medicijn, maar het zal nooit helemaal oplossen. En omdat ze al oud is en de medicijnen zijn best wel duur, heeft de eigenaar besloten dat niet te doen. En ach, het is nu gewoon nog afwachten hoe lang het nog meegaat, zeg maar. Dus als jullie in video's, het is opgevallen dat ze heel mager is. Dat klopt, je ziet hier ook heel de heup uitsteken. Maar daar kunnen wij niks aan doen. Het komt door de Cushing en het is natuurlijk heel erg vervelend en erg voor haar. Dan gaan we het nog even over deze jongeman hebben hier ook. Nou, hij kan dus shake. Flash, shake! Oké. Okay. Hij kan dus shake en Candy kan dat ook. Maar dat is niet zo erg en daar wil ik het eigenlijk ook niet over hebben. Het is dat hij ineens met zijn hoofd ging schudden. Maar, ja. Flesje die, is een tijdje depressief geweest. Hij zit ook tegen hoeverbevangenheid aan. En hij heeft last van zijn darmen. Hij heeft nu een speciale darmflora, maar dat vindt hij niet zo lekker. Vandaar dat hij niet alles eet of eet. Kijk, hier heeft hij niet alles op. Hier, ga maar eten. Maar hij heeft volgens mij hormonen gekregen voor tegen depressiefheid en tegen de darmen of zo. Ik weet niet precies. Maar hij heeft dus één kuur gehad en hij voelt zich al veel beter. Soms dan zie ik hem ook gewoon weer rennen in de wei. En dat deed hij dus een tijdje niet. Hij was heel suf en het bleek wel alsof hij een beetje... Hij was er wel bij, maar hij was heel moe. En dat was hij eigenlijk ook. Hij was ook heel moe. En dat kwam onder andere ook door... Dat hij heel moeilijk kan eten. Hij kan heel moeilijk verteren doordat zijn darmen niet meewerken. Als je zo kijkt is hij ook een klein beetje te dik. Tenminste dat lijkt zo. Hij is niet echt te dik. Hij is zeg maar opgeblazen. En dat komt ook dus door die darmen. En ja, Candy heeft dan geen last van de darmen. Dus die zit gewoon lekker te eten. Maar ja, ze komt niet aan. Dus we proberen er wel een beetje lekker veel te geven. Dat ze een beetje het verzadigheid gevoel heeft. Maar dat zal ook eigenlijk nooit echt zijn. Dit is dus onder andere de reden waarom er niet zoveel vlogs komen. Ik kan er nu niet zoveel mee. Ik mag nu niks met Flash doen. Omdat hij heel erg moe nog steeds is. Hij voelt zich wel beter. En ik doe wel vrijheidscensuur met hem natuurlijk een beetje. Maar dat is niet genoeg om een hele video over te maken. En ja, Candy die het is gewoon niet zo'n leuk gezicht denk ik om... elke week in een video terug te zien. Want ik voel me ook een beetje... Ik vind het ook zo zielig voor haar als ik hier kom. Het is niet meer die vrolijke tijd die ik heb nu. Ja, het is hopen dat Candy deze zomer nog meegaat. En anders moeten we op zoek naar een nieuw weidemaatje voor Flash. Dus dat proberen we nu alvast te zoeken. Dus ken jij toevallig een pony, een Shetlander het liefst? Of een kleine pony? Want we hebben hier niet heel veel ruimte. Die... ja, Flash kan vergezellen. Weet je, dit jaar, eind van dit jaar denk ik. We weten natuurlijk niet precies hoe lang het gaat duren. In de omgeving van Brielle, vier polders. Dan zou dat fijn zijn. Laat dat dan zeker achter in de reacties. Een DM'en op Instagram. Ik zou me DM'en op mijn eigen privéaccount. L.oon-. Want daar reageer ik sneller. En dan hoop ik toch dat je deze video een duimpje omhoog kan doen. Vergeet niet te abonneren, want we gaan al richting de 300 abonnees. En hopelijk komen er snel weer leuke video's aan. Doei!